Vrolijk Pasen allemaal. Welkom bij Victor Vlogdown. Ja, het is vandaag Pasen. Ik ben vroeg opgestaan, want zoals altijd ga ik de boel hier verrassen. Ik heb voor paaseieren gezorgd, ik heb mandjes verzameld en ik heb een speciaal kostuum bij dat ik zo biedt ga aantrekken. Voilà, dus, we gaan er weer een feest van maken. Voilà. Ik ben de paashaas. Tijd om de eieren te verstoppen. Oké, ik heb hier van alles in huis gehaald. Dit is en blijft mijn persoonlijke favoriet, de kindersurprises. Ik weet niet of dat bij nog iemand zo is, maar ik blijf dat top vinden. Vooral, ja, dat is toen mijn speelgoedje openmaken, hè. Dat blijft plezant. Nee. Ja, dat is pas voor z'n beat. Allee, kom. Godverdomme, hè. Dan is hij nooit vroeg wakker. Dat pak is super warm. Het zweet gutst van mijn rug. Maar ik ben er zeker van dat mijn inspanningen deze keer wel geapprecieerd gaan worden. Dus voilà. Ik heb iedereen erbij gehaald. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik heb... van alles bij? Ja, kijk maar. Ja, hallo. Ik wil niet zien. Ja, maar... Allee, de paashuis is langs geweest. Jullie mogen paashuisjes zoeken, hè? Ja. Is het nog? Ja. Voilà, zoek maar. Hoeveel liggen er? Leuke tas. Ja, er liggen er veel, maar... Meneer, je moet dat geteld hebben, hè? Want anders weten we nooit of we ze allemaal gevonden. Ja, ik heb dat niet geteld. Ik heb alleen! Ja, maar het is toch leuk? Ja. Kijk, daar, daarboven. Ja, maar de paashaas moet zelf niet vertellen waar ze liggen. Ja. Amai. Oh. Oh papa, deze is voor jou. En dan weten we dat we ze allemaal gevonden hebben. Ja, dat is een beetje, ik weet wel wat ik verstopt heb. Hè. Ja, maar toch niet in de witte zetels of zo, hè? Oh, is er daar ook nog? Oh. Oh. Die bloemen. Oh. De bloemen ook nog de voetjes. Amai, wauw. Ja, wauw. Je bent de paaskampioen. Dat was weer al een dolle voormiddag. Zeg maar, jullie vonden het toch leuk, hè? Ja, leuk. Ja, en ik heb 4 kindersurprises, dus het zou leuk zijn dat we alle 4 in gaan kunnen open doen. En dat zit er in een cadeau. Dat weet ik nog niet. Wauw. En ik heb dus met een bril voor moeten. Maar ja, zo goed, je kinder. Nee, je moet naar je briefje. Ik zou 100 van je kindereieren kunnen opeten, hè? 100? Nou, gemakkelijk. Maar Marie, wat heb je? Ja, niet simpel, hè. Nou, zo. Ah, dat is een puzzel en we kunnen allemaal in één. Dat van mij gaat er niet in. Voilà, iedereen is weer al super blij, maar ik heb ook nog een verrassing voor de hondjes. Want de paashaas is er voor iedereen. Ja. Ja. Yes. De paashaas gaat nu afscheid nemen, want hij heeft nog heel veel werk. En misschien komt hij zo meteen wel bij jou langs. Tot morgen, bye bye.